Het is drukkend heet in de stad. De lucht is zo klam dat zelfs ademhalen zwaar valt. Gelukkig is gisteren de grote vakantie begonnen. En wie maar kan, begeeft zich naar het platteland of naar de zee. Zo ook mevrouw McDonald. Waar blijven jullie toch? Roept ze ongeduldig. Laura, Lucy, Lionel, komen jullie nou nog? Als we nu niet gaan, zitten we straks vast in de file. We komen eraan, mevrouw McDonald, klinkt het uit het huis. Nog heel eventjes. Schiet nou op, Lucy. We moeten altijd op jou wachten, zegt Laura, de moeder van Lucy. Ik kan die rot haarborstel weer eens niet vinden. Zoiets zeg je niet, roept Laura boos. Van wie leer je die woorden toch? Van mevrouw McDonald, grijnst Lionel, Lucy's kleine broertje. Dat zegt ze altijd als ze denkt dat niemand het hoort. Praat toch niet van die onzin, Lionel, zegt Laura streng. Mevrouw McDonald zal nooit van haar leven zulke woorden gebruiken. Lucy en Lionel giechelen, want ze weten wel beter. Als jullie nu niet komen, rij ik alleen naar Acapulco, roept mevrouw McDonald van buiten. Nou goed, verzucht Laura, maar denk maar niet dat je nu je haar niet hoeft te kammen. We kopen onderweg gewoon een nieuwe borstel. Lionel en Lucy willen naar buiten rennen, maar Laura houdt ze tegen. Lucy, Lionel, willen jullie wel eens langzaam en beheerst lopen? Jullie zijn toch geen straatkatten? Jullie zijn lieve, goed opgevoede huiskatten. Helaas wel, lachen Lionel en Lucy. Ah, daar zijn jullie eindelijk. Iedereen instappen, roept mevrouw McDonald. Oh, wat verheug ik me erop om deze vieze, drukke stad ver achter ons te laten. Dag, Lucy en Lionel. Gedragen jullie een beetje? Kwetteren de vogels. We zullen Acapulco eens goed op zijn kop zetten, roept Lucy en vrolijk toe. Tot ziens, mevrouw McDonald, roept Rosa. Tot ziens, roept mevrouw McDonald terug. Rust me lekker uit, Laura, knipoogt de kleine egel. Lucy en Lionel zijn blij dat mevrouw McDonald een open wagen heeft. Zo hebben ze niet al te veel last van de hitte en ze zijn er voordat ze het beseffen. Tegen de avond arriveert mevrouw McDonald met haar katten in Acapulco, waar ze een vakantiehuisje heeft gehuurd. Ze zijn nog niet uitgestapt of Lucy wil er alweer vandoor gaan. Ik ga vast even rondkijken in de buurt, zegt ze. Niets daarvan, Lucy. Jij blijft hier, beveelt Laura. Eerst gaan we uitpakken. Lionel, jij helpt je zus. Dat avontuurlijke heeft Lucy van de vader, zegt Laura bezorgd tegen mevrouw McDonald. Dat was ook zo vlierenfluiten, maar wel heel erg charmant, voegde ze er zuchtend aan toe. Ja, ja, die mannen, lacht mevrouw McDonald en giechelend als twee schoolmeisjes gaan ze naar binnen. Na het avondeten merken mevrouw McDonald en haar katten pas hoe inspannend de reis was geweest. Ze zijn allemaal dood op en willen niets liever dan slapen. Welterusten, mijn lieve katjes. Slaap lekker, zegt mevrouw McDonald. Welterusten, mevrouw McDonald, antwoorden Laura, Lucy en Lionel. En als een blok vallen ze in slaap. Als Lucy en Lionel de volgende ochtend wakker worden, hebben Laura en mevrouw McDonald het ontbijt al klaargezet. Hongerig slobberen ze hun melk op. Lucy, zegt Laura streng tegen de dochter, jij moet heel goed naar me luisteren. Vanmorgen hoorde ik van de melkboer dat er hier in de wijk een kattenvanger aan het werk is. En het liefst vangt hij mooie, verzorgde poesjes, zoals jij. Dus wees nou maar een lief poesje, lieve Lucy, en blijf bij ons in de buurt zoals de gehoorzame huiskat betaamt, verzucht mevrouw McDonald. Maar het is vreselijk saai, klaagt Lucy. Arme Lucy, denkt Lionel. Hem kan het niet schelen. Hij ligt net zo lief, lui in de zon, een boek te lezen.
Dat kan leuk worden, denkt Lucy en gaat mokkend in een hoekje zitten. Mevrouw McDonald en Laura hebben het zich gemakkelijk gemaakt in de schaduw en vallen al gauw in slaap. Zodra Lucy zo hoort snurken, sluipt ze stilletjes naar Lionel toe. Hé, Lionel, fluistert ze heel zachtjes. Ik ga even een uurtje wandelen. Lionel kijkt geschrokken op. En die kattenvanger dan, Lucy? Dat is veel te gevaarlijk. Ach, wat, zegt Lucy. Ik kan heus wel op mezelf passen. Trouwens, ik ga alleen maar tot de hoek. Oké, Lucy, maar zorg dat je terug bent voordat mama en mevrouw McDonald wakker worden. Anders heb je een probleem. Je kunt op me rekenen, broertje, fluistert Lucy vrolijk en gaat er vandoor. Jee, schrikt Lucy. Het is al 5 uur. Zo snel als ze kan, rent ze terug naar het vakantiehuisje. Waar bleef je nou zo lang? Vraagt Lionel. Mama heeft al met de ogen geknipperd. Ze wordt zo wakker. Hijgend rolt Lucy zich op. Sluit haar ogen en doet net of ze slaapt. Nou, dat was net op tijd. Laura wordt wakker en mevrouw McDonald wrijft zich in de ogen. Na een snelle blik op Lucy knikt Laura tevreden naar mevrouw McDonald. Ziet u nou wel? Zo langzamerhand wordt Lucy een echt braaf poesje. Mevrouw McDonald straalt vertederd. O jee, denkt Lionel, als ze eens wisten. Een vlucht loopt hij naar binnen, zodat ze niet zien hoe rood hij wordt. De volgende dag verloopt net als de vorige. Zodra mevrouw McDonald en Laura hun middagdutje doen, gaat Lucy op verkenning. Kom nu een beetje eerder terug, roept Lionel haar na, maar Lucy is alweer verdwenen. Opgewekt wandelt ze door de straten. Plotseling ziet ze een klein muisje dat brutaal voor haar op en neer springt. Wacht maar, roept Lucy. Jou krijg ik wel. Maar de muis is bliksemsnel verdwenen. Pak me dan, als je kan, roept het muisje plagerig om de hoek. Komt voor elkaar, zegt Lucy. Maar net als ze wil springen... Achter haar klinkt een honende lach. Wat zullen we daar hebben? Dat noem ik nou zo'n goede vangst. Spartel maar, mijn schatje. Jij ontsnapt niet meer, lacht de kattenvanger. Goed gedaan, Judy, zegt hij tegen het muisje. Thuis krijg je als beloning een lekker stuk kaas. Intussen wacht Lionel ongeduldig op zijn zusje. Onrustig loopt hij heen en weer. Lionel, Lucy, waar zitten jullie? O jee, nou zullen we het krijgen, denkt Lionel. Hier ben ik. En waar is Lucy? Vraagt Laura. Dat weet ik niet zo goed. Zo net was ze er nog, stottert Lionel. Wat is er aan de hand, Laura? Waarom kijk je zo boos? Lucy is weg, zegt Laura boos. Vanavond gaat ze zonder eten naar bed. Wees toch niet zo streng, mama, probeert Lionel nog. Ze is alleen maar even gaan wandelen. Geen sprake van. Ik had Lucy verboden weg te gaan en daar heeft ze zich aan te houden, briest Laura en loopt woedend naar binnen. Je moeder heeft gelijk, Lionel. Jullie moeten altijd je moeder gehoorzamen. O, Lucy, zucht Lionel, waarom moet je ook altijd van die domme dingen doen? Zo, lief katje, we zijn er. Ik hoop dat je een beetje op je gemak voelt in mijn paleis, zegt de kattenvanger tegen Lucy. Hij draait zich om en gaat weg. Lucy hoort hoe de deur met een harde klap in het slot valt en de sleutel wordt omgedraaid. Ai, ai, daar heb ik me aardig in de nesten gewerkt, fluistert ze angstig. Ze kijkt om zich heen. Ze is alleen.
Er is niemand om haar te helpen. S'avonds wordt haar een klein schaaltje melk toegeschoven. Uitgehongerd likt ze het schaaltje schoon en, hoewel ze het nooit gedacht had, valt ze snel in slaap. Ik begin me zo langzamerhand een beetje zorgen te maken om Lucy, zegt Laura tegen mevrouw McDonald. Het wordt zo donker en dat met die kattenvanger in de buurt. Arme Lucy is vastgevangen genomen, jammert Lionel. Voor we ons onnodig zorgen maken, bel ik even naar de krant om te vragen of ze die kattenvanger nog in de buurt gezien hebben. Zenuwachtig ijsberen Lionel en zijn moeder door de kamer. Slecht nieuws, zegt mevrouw McDonald bedrukt als ze de kamer inkomt. Een man heeft gezien hoe een katje, dat sprekend op Lucy leek, door de kattenvanger werd meegenomen. Oh, mijn arme kind, jammert Laura en begint te huilen. En ook mevrouw McDonald laat haar tranen de vrije loop. Van angst en verdriet doet geen van hen die nacht een oog dicht. Hallo, schoonheid. Nooit gedacht zoveel moois in deze donkere hallen te mogen ontvangen. Geschrokken wrijft Lucy de slaap uit de ogen. Wie bent u? Vraagt ze. Bah, een zwerfkat. Zo een heb ik al lang niet meer gezien. Pardon, niet zo onbeleefd alstublieft, zegt de kater beledigd. Er zijn ook nog katten die niet door hun mensenbaasjes worden verwend, maar zelf in hun levensonderhoud moeten voorzien. En zo'n kat ben ik dus, verwend prinsesje. Het spijt me, zo bedoelde ik het niet. Bent u ook gevangen genomen? Ja, helaas, het was mijn eigen stomme schuld. Ik had zo'n honger en toen zag ik daar ineens een smakelijk muisje, vlak voor mijn neus. Zo ging het bij mij ook, verzucht Lucy. Weet u wat er met ons gaat gebeuren? Nou ja, als je zoals ik op straat woont, dan hoor je nog wel eens wat. Maak het niet zo spannend, vertel op, dringt Lucy aan. Mooie, goed opgevoede katjes zoals jij worden voor veel geld verkocht, zeggen ze. Als je geluk hebt, kom je in een nette familie terecht. Maar ik heb al een fijne familie, ik wil helemaal niet verkocht worden, verzucht Lucy bedroefd. De kater haalt zijn schouders op. Ik kan me wel iets ergers voorstellen. Wat dan? Vraagt Lucy. Met u wil de kattenvanger vast wat anders doen. Mooi en goed opgevoed bent u niet. De kater grijnst. Dat heb je goed gezien. Ons soort wilde straatkatten kunnen ze niet aan nette mensen verkopen. Nee, ik kom in een laboratorium voor dierproeven terecht. Een laboratorium voor dierproeven? Vraagt Lucy geschrokken. Jazeker, zegt de kat. Ik neem aan dat ik daar moet testen wat ik het lekkers vind of wat het gezondste voor mij is. Gelooft u het zelf? Roept Lucy. Weet u echt niet wat er allemaal gebeurt in zo'n laboratorium? Ze maken je dood. Mijn broertje Lionel weet heel erg veel en hij heeft een boek met allemaal plaatjes van dierproeven. Ze doen die dieren net zo lang pijn totdat ze doodgaan. Doe open! Ik wil eruit! Ja, zo lukt dat niet, zegt Lucy. We moeten iets beters bedenken. Trouwens, ik ben Lucy. Hoe heet jij? Mijn vrienden noemen me Charlie, stelt de kater zich voor. Het spijt me dat ik even uit mijn dak ging. Geef niet, vindt Lucy. Zou ik ook doen als ik jou was? Goed, laten we eens nadenken. Lucy en Charlie steken de koppen bij elkaar en gaan heel zachtjes fluisteren. Geweldig, lacht Charlie. Ik zie het al, je bent niet alleen lief, maar ook nog slim. Lucy moet blozen. Wanneer gaan we het plan uitvoeren? Vraagt Charlie. Nu, gelijk. We mogen geen tijd verliezen, zegt Lucy zelfverzekerd. Begin maar. Help, help, schreeuwt Charlie. Help! Wat is er voor een herrie, roept de kattenvanger. Woest komt hij naar binnen. Kijk zelf maar. Lucy is ziek. Ze denkt dat ze doodgaat. Ai, ai, ai. Houd dan je bek. Ze doet maar net alsof, zegt de kattenvanger. Toch is hij een beetje ongerust. Ik heb toch al die moeite niet voor niks gedaan? Als ze ziek wordt, kan ik er nooit meer verkopen. Zoals Lucy het had bedacht, gebeurt het. Hij buigt zich voorover en op dat moment springt Charlie naar voren en bijt de kattenvanger in zijn achterste. Schreeuwt hij en grijpt naar zijn billen. Heel eventjes let hij niet op Charlie en Lucy. Oost, west, thuis best, lacht Lucy. Je komt toch ook mee, Charlie? Ongerust staan mevrouw McDonald, Laura en Lionel voor het huisje en kijken zoekend om zich heen. Laten we naar huis gaan. Onze vakantie is nu toch al verpest.
zegt mevrouw McDonald. Maar misschien komt Lucy nog terug, protesteert Lionel. Maar Lionel, je hebt toch gehoord dat iemand dat zag, hoe Lucy door de kattenvanger werd meegenomen, verzucht Laura. Nou, kom mee, voordat jullie ook nog iets naars overkomt, roept mevrouw McDonald. Net als ze wegrijden, komen Lucy en Charlie de straat ingerend. Hé, ho, roept Lucy. Wacht even, stop, stop. Maar het stel in de auto hoort hen niet, ze zijn al te ver weg. Potverkater, wat moeten we nou doen? Alleen vind ik nooit de weg naar huis, huilt Lucy. Kom, kom, prinsesje, je hoeft toch niet te huilen? We hebben het ergste achter de rug. Je gaat het nu toch niet opgeven, troost Charlie het poesje. Maar ik weet de weg helemaal niet en San Francisco is ontzettend ver weg. Samen redden we het wel. Je zal er misschien wel een beetje van fomfaard uitzien, maar als we er eenmaal zijn, zal je moeder je wel weer opkalefateren. Lucy blijft besluiteloos zitten. Nou, kom nou, Lucy, roept Charlie opgewekt. Eens zul je de wijde wereld in moeten. En ik weet zeker dat je het heel leuk zal vinden. Haar nieuwsgierigheid is gewekt. Nou, oké dan, Charlie. Let's go. Haha, zo ken ik je weer, lacht Charlie. Ah, een van die twee ken ik. Moet je eens opletten hoe snel die er vandoor gaan, roept Lucy en rent op de honden af. Maar dit keer rennen ze niet weg. Ze beginnen wild te blaffen. Nou ja, ze zijn nu ook veel te ver weg, zegt Lucy stoer tegen Charlie. Je moet nog veel leren, Lucy, lacht deze en vraagt aan de twee honden. Luister eens even, even als zwervers onder elkaar. We moeten naar San Francisco en weten jullie hoe we daar het snelst komen? Wil je naar San Francisco? Nou, de trein kun je wel vergeten. Alle verstekelingen worden opgepakt en in een dierenasiel gestopt, zegt de kleinste van de twee. Verdikke me, zegt Charlie. Ik had juist zo'n zin om met de trein te gaan. Tja, het zijn slechte tijden, vervolgt de oudere hond. Ik vrees dat jullie te voet moeten gaan. Maar blijf uit de buurt van de autoweg. De automobilisten rijden tegenwoordig zo gevaarlijk dat je je leven niet zeker bent. Pas nog, is er een vriend van ons overreden. Ai, ai. Dat klinkt niet zo best. Maar goed, bedankt, zegt Charlie. Graag gedaan en hou je oren goed open, roepen de honden hem na. Lucy en Charlie verlaten de hoofdweg en lopen over de velden. Kijk eens, Lucy, roept Charlie, een hooiwagen. Misschien kunnen we meerijden. Waarom hebben die zo'n haast, vraagt de mol zich verbaasd af. Nou, dat noem je nou eens eerste klas, zegt Lucy opgewekt. Op de boerderij wacht de boer op de hooiwagen. Hij wil nog voor het donker wordt de wagen uitladen. Alles in orde? Vraagt hij als het paard en de ezel stilstaan. Tuurlijk, balkt de ezel en het paard hinnikt instemmend. Goed, dan zullen we maar, zegt de boer en hij steekt zijn hooivork in het hooi. Au, roept Lucy geschrokken. Wat krijgen we nou? Twee verstekelingen, roept de boer. Wacht maar, als ik jullie te pakken krijg. Maar Lucy en Charlie zijn er al vandoor. Hé, wacht nou even, Lucy, wacht, hijgt Charlie. We hebben die boeren lang afgeschud. Trillend gaat Lucy op de grond zitten. Zag je dat? Hij wilde maar zijn vork prikken. Ik ben zwaar gewond, ik ga dood. Onzin, je bent alleen maar erg geschrokken. Verder heb je niks, grijnst Charlie. Nou, dat vind ik anders helemaal niet leuk, wint Lucy zich op. Vertel me liever hoe we nou verder moeten. Ik sterf van de honger. Ja, dat kan een probleem zijn, meent Charlie en kijkt om zich heen. Ik zie alleen maar groen. Als ik het zo eens bekijk, eten we vandaag vegetarisch. Vegetarisch? Dat meen je niet, hè? Vegetarisch is helemaal niks mis mee, mompelt een haas die vlak naast haar zit. Kom mee, ik weet een prima knollenveld. Het is niet ver. Knollen, steunt Lucy en trekt een vies gezicht. Er zit niks anders op, juffrouw. Smakelijk koudt de haas op een enorme wortel. Ook Charlie heeft er een in zijn mond gestopt. Helemaal niet slecht. Ik heb wel eens slechter gegeten, vindt hij. Lucy zit er ongelukkig bij. Zij wil niks eten. Luister eens, prinsesje. Het gaat mij natuurlijk niks aan, zegt Charlie na een tijdje. Als je wilt verhongeren, moet je dat zelf weten. Het is alleen jammer dat ik je familie nooit zal ontmoeten. Als jij omkomt, gaat dat helaas niet meer. Lucy kijkt Charlie woedend aan, maar uiteindelijk neemt ze ook een knol. Eerst een voorzichtig hapje, maar al gauw schrok ze hem hongerig naar binnen.
Zie je nou wel, het is best lekker, lacht de haas trots. Eet maar gerust zoveel je wilt. Om deze tijd komt er toch niemand meer. Voor Lucy en Charlie hem kunnen bedanken, is de haas er al vandoor gehuppeld. Tijd om te slapen, zegt Charlie, als ze genoeg hebben. Lucy is het daar helemaal mee eens en samen vallen ze in slaap onder een bosje. Bij zonsopkomst trekken de twee verder. Maar al gauw krijgt Lucy last van de pootjes. Als ik de hele dag moet lopen, dan wil ik op zijn minst wel iets normaals in mijn maag hebben, klaagt ze. Met klagen vang je niks, antwoordt de kater. Laten we proberen een paar muizen te vangen. Maar hoe ze ook proberen, het lukt hen gewoonweg niet. Psst, zist Lucy plotseling. Daar! Op een paar meter afstand zit een eekhoorntje in de zon. Oké, fluistert Charlie. Ik tel tot drie en dan springen we. Oké, zegt Lucy. 1, 2, 3 en nu! Je hebt te hard geteld, jammert Lucy. Nou is die verdwenen. Jullie moeten wel erg honger hebben als je een eekhoorntje wil opeten. Dat is ook zo. We hebben al dagen niks normaals meer in onze maag, geeft Charlie toe. Ga dan gewoon naar Mario, dat is de beste kok ter wereld. Hij heeft altijd vlees over. En niet zomaar vlees, nee, alleen het allerbeste. Het allerbeste vlees, roept Lucy en weg is ze. Jullie moeten gewoon recht doorlopen, roept de eekhoorn hen nog na. Ristorante da Mario, leest Lucy zo goed als ze kan. Daar, fluistert Charlie en wijst naar de vuilnisbakken. Zonder aarzelen rent Lucy erop af. Blikskaters, vloekt Charlie. Nu heeft ze alles verpest. Gealarmeerd door de ganzen is Mario namelijk naar buiten gekomen. Snel, Lucy, wegwezen, roept Charlie. Wees ze maar niet bang, houdt Mario ze tegen. Ik hou van katten. Hebben jullie honger? Wat willen jullie eten? Ik heb een overheerlijke tonijnpizza. Tonijnpizza, zuchten Lucy en Charlie en het water loopt hen in de mond. Duurt maar un momento, lacht Mario. Zo, en laat het nu goed smaken, zegt hij dan. Fantastisch, verzucht Lucy, als ze echt niet meer kan. Als we nou ook nog zonder ons de blaren te lopen naar San Francisco kunnen gaan, zal ik de gelukkigste poes ter wereld zijn. Willen jullie naar San Francisco? Vraagt Mario. Geen probleem, alle boten hier in de haven varen naar San Francisco. En laat de kapitein alle verstekelingen oppakken? Vraagt Charlie angstig. No, die hebben wat anders te doen. Het is heel simpel, geloof me nou maar. Lucy en Charlie bedanken hem hartelijk en gaan op weg naar de haven. Veel geluk, roept Mario hen na. En geluk hebben ze. Ze vinden een schip dat op het punt staat te vertrekken. Iedereen is zo druk bezig dat niemand op de twee zwerfkatjes let. Lucy en Charlie vinden een perfecte schuilplaats waar ze helemaal tot aan San Francisco lekker kunnen luieren en niks doen. Mevrouw McDonald, Laura en Lionel zaten al dagenlang droevig voor zich uit te staren in de woonkamer. Mijn hoofd staat echt niet naar bezoek, Laura. Doe jij even open en zeg maar dat ik me niet goed voel. Lusteloos staat Laura op en loopt naar de deur. We kopen niet aan de deur, zegt Laura als ze de twee doorweekte zwerfkatten voor zich ziet. Ze wil de deur alweer dicht doen. Maar herkent u ons dan niet meer? Vraagt Lucy wanhopig. Ik ben het, Lucy. Ongelovig staart Laura het kleine vieze poesje aan. Lucy, roept Lionel dolblij. Mama, het is echt Lucy. Nu herkent ook Laura haar dochter. Ze straalt over het hele gezicht. Mevrouw McDonald, roept Lionel opgewonden. Lucy is weer terug. En wie bent u? Vraagt Laura aan Charlie. Charlie is de naam, mevrouw. En het is mij een eer met u kennis te mogen maken. Zonder Charlie was ik nooit aan de kattenvanger ontsnapt, vertelt Lucy. Hij mag dan wel bij ons in huis blijven. Als die Lucy heeft geholpen, dan mag hij hier blijven zolang hij wil, zegt mevrouw McDonald. Op de een of andere manier doet hij me aan haar vader denken, fluistert Laura tegen mevrouw McDonald.
Als hij zich een beetje opknapt, is het volgens mij een knappe man. Wil je echt bij ons blijven? Vraagt Lionel enthousiast. Nou ja, ik kan in ieder geval een paar dagen de boel een beetje in de gaten houden. En dan zien we wel weer verder, zegt Charlie voorzichtig. Doe dat, Charlie. Maar je zal zien dat je het hier zo naar je zin hebt dat je nooit meer weg wil. Lacht Lucy en kijkt Charlie heel verliefd aan.